In het voormalige pakhuis van de firma Capelle waren op 5 oktober veel genodigden verzameld om een oud-Deventenaar in de galerie der bekende Nederlanders te plaatsen. Het betreft Han Hollander, geboren in 1886 en oprichter van de voetbalclub Go Ahead. Maar vooral was hij Nederlands eerste radiosportverslaggever bij de AVRO. Nico Scheepmaker, schrijver van het boek Het Krankzinnige Kwartiertje, over Han Hollander. Ter gelijke van bewaard gebleven reportages zijn tempo met dat van de hedendaagse verslaggevers, dan is het alsof je de T-Ford vergelijkt met de Porsche. Maar in zijn tijd was zijn manier van verslaggeven het summum en daar gaat het om. Mijn vader heeft mij later wel eens verteld dat hij na terugkeer uit Parijs, waar hij Frankrijk-Nederland had bijgewoond, van alle thuisblijvers te horen had gekregen dat het zo'n geweldige, spannende wedstrijd was geweest. Die indruk had Han Hollander weten te wekken. In werkelijkheid was het nogal een slechte wedstrijd geweest, zei mijn vader. Han Hollander maakte het vaak mooier dan het was voor de luisteraars thuis. Maar dat deed Theo Kolen ook. Dat is in zekere opzicht het privilege van de kunstenaar. Een stukje nostalgie mochten de aanwezigen meemaken toen oud-AVRO-verslaggever Dick van Rijn achter de microfoon plaatsnam. Goedemorgen, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld, hier in Deventer. Ja, dames en heren, dit was op verzoek, want deze bijeenkomst is niet voor Dick van Rijn belegd. Die is voor de nagedachtenis van een van die lieden die de sport in Nederland op een ongelooflijke manier gediend heeft. Dat was Han Hollander. Han Hollander die de eerste was om de gebeurtenissen van het sportveld in de huiskamer te brengen. En dat deed hij op een fantastische, op een onafvolgbare manier. Want het is toch op zichzelf geweldig dat, ja, bijna een halve eeuw later kun je zeggen, hij nog altijd geldt als het grote voorbeeld. Het grote voorbeeld van de sportverslaggever die probeert te vertellen wat hij ziet. Want zo eenvoudig is dat vak eigenlijk. Je vertelt wat je ziet. En je moet niet bang zijn om je gevoelens te etaleren. En als die gevoelens vreugdevol kunnen zijn om datgene wat je ziet, omdat het prettig is, dan moet je dat over kunnen brengen. Terwijl, dat komt Han Hollander als geen ander. Hierna werd een wandeling gemaakt naar de plaats waar vroeger het geboortehuis van Han Hollander stond. Leo Halle, de leeuw van Deventer, liet zich per limousine naar de plaats van bestemming brengen. Aan Dick van Rijn de eer de plaquette te onthullen. In dit huis, niet meer bestaand, werd Han Hollander 101 jaar geleden geboren. Wij gaan een steen ter nagedachtenis aan hem onthullen. En ik vraag nu een ogenblik stil. Ter nagedachtenis aan Han Hollander werd een oude opname ten gehore gebracht. 34 minuten gespeeld, 1-0 voor Juventus. Dat is eigenlijk niet de juiste verhouding van het spel. Vooral omdat Nederland zelf al het eerste kwartier, we mogen wel zeggen de eerste 20 minuten, het beste van het spel heeft gehad. Verreweg het meest in de aanval is geweest. En al zodanig dat de Italiaanse keeper Amoretti er herhaaldelijk aan te pas moest komen. Wat hij voortreffelijk heeft gedaan, want het waren enkele zeer moeilijke schoten, boven zowel als lagen die hij gestoppen heeft gekregen. Was het toch in die periode van overwicht van het Hollandse dat de Italianen na een doorbraak van rechts een corner te nemen kregen, die goed genomen werd en uitstekend door de rechtsbuiten genomen, niet minder goed werd ingepopt door de linksbuiten, door Buzidoni. Het was een goede kopbal, precies onder de lat. Wij staan hier naast Nico Scheepmaker, de schrijver van het boek Krankzinnig Kwartiertje. Meneer Scheepmaker, hoe bent u tot het schrijven van het boek gekomen? Een opdracht van de uitgever, omdat Han Hollander in 78 was het 50 jaar geleden dat hij zijn eerste radioreportage maakte.
En daar wilde de AVRO een boek van. En dan doe je dan. Zo'n aanbod sla je niet af. Was de heer Hollander een bijzonder persoon? Ja. Hij was een legendarische verslaggever, zoals Theo Komen dat na de oorlog zou worden. Wat was er zo bijzonder aan zijn verslaggeving? Het meest bijzondere was dat hij de eerste was en de enige zo'n beetje. En dus vergelijkingsmateriaal ontbrak in feite. En bovendien deed hij dat heel goed. Hij bracht het over en mensen zaten aan het toestel gekluisterd. Kunt u misschien nog een leuke anekdote uit het boek vertellen die u geschreven heeft? Nou ja, een van de aardigste is dat ze als in het Olympisch Stadion moesten zijn en dan zat hij bovenop het dak. En moesten ze door de huiskamer van de opzichter, van meneer Veen. En dan moesten ze altijd hun voeten ontzettend goed vegen, want die mevrouw Veen was heel knorrig. Dus eigenlijk wilden ze niet dat ze meer dan één keer door de huiskamer kwamen. Het was een handicap die je tegenwoordig niet meer hebt. Dick van Rijn was ook verslaggever bij de AVRO. Wat betekende voor hem Han Hollander? Voor mij, en niet voor mij alleen, maar eigenlijk voor heel Nederland, was hij het begrip sport. Want als hij een reportage maakte van een Nederland-België, dan waren de straten stil en verlaten. En dat is iets, als je dat met je stem bereiken kunt, dat is een ongelofelijke prestatie. Daarom is hij nog altijd, eigenlijk voor ons allemaal in de verslaggeverij, het grote voorbeeld. Ook al was zijn tempo dan niet hetzelfde wat er nu is. Maar ja, alle records worden verbeterd. Wie heeft ooit gedacht, heb ik al eens eerder gezegd, dat er nog een meneer Johnson zou opstaan om over een tartanbaan zo verschrikkelijk snel te ratelen dat iedereen stom verbaasd is dat hij dat kan. En dat blijft dan een herinnering. En ook Han Hollander is een herinnering voor een heel volk. Heeft u samen met Han Hollander gewerkt? Nee, dat heb ik helaas niet. Want hij is dus gevallen als slachtoffer van de bezetting in Polen, meen ik. En heeft een korte periode van 28 tot 40, kun je zeggen, is hij de man geweest. En dat heeft hij op een ongelofelijke manier gedaan. En toen was hij de enige. En nu kun je dus zijn opname van vroeger gaan vergelijken met wat er nu is. Maar dat is niet fair, want je moet een man altijd in zijn eigen tijd plaatsen. En in zijn eigen tijd was hij de grootste en de enige. U maakte net een vergelijk tussen hem en Theo Komen. Kunt u nog een verslaggever van deze tijd noemen die kwaliteiten heeft? Ik geloof dat het moeilijk is. Ik heb mij... Ja, dus het gaat op een andere manier tegenwoordig. Je hebt... A, zijn er veel meer verslaggevers gekomen. B, is het medium, zowel van radio als televisie, technisch zo verbeterd. Vroeger kon een Han Hollander achteraf een spannend verhaal geven van een goal die al in het doel lag. Dat kan nu niet meer, ook zonder televisie kan dat niet meer, want de techniek van de radio is zo dat het publiek op dat ogenblik dat die bal erin de goal in gaat, dan hoor je dat publiek op zijn top. En daarna ebt het af naar het gejuich. En nu kun je dat niet meer doen, dan moet je erbij zijn. En ja, vergelijkbare eenheden met Han Hollander zijn er eenvoudig niet. Want hij was toen de enige. En die populariteit heeft niemand. Misschien dat Theo Komen dat gehad heeft. Maar die is ook helaas weg. Mag ik u danken voor het interview. En zo heeft Deventer die dag de aandacht op een bijna vergeten inwoner kunnen versterken.